Laten we Arr. het opnemen. Oké, okay, het opnemen is begonnen. Yo, beste kijkers van Zuiverheid. Ik ben Niels en ik ben vandaag niet alleen, want ik ben vandaag samen met... Paulus! Paulus en Paulus, wat gaan wij vandaag doen? Heel niks! Wat gaan wij vandaag testen? Nee, oké, wij gaan dus een nieuwe plugin van DDG testen. En, ja, ik weet niet wat het komt precies, maar... We staan hier nu op een plot en hier staan chesten. In deze chesten liggen spullen. Ik geef je alvast even... de benodigde spullen. Okay, ik ga jongens, uitleggen wat we gaan doen. Ik heb werkelijk geen idee wat we moeten doen. Paulus weet we gaan bouwen! Paulus is uitgelegd. We gaan bouwen. Ja, we gaan bouwen! Kom eens hier. Ik leg eruit hoe het werkt. Het is echt heel simpel. Kijk in de chest maar. Er is nu iets nieuws. Als jij een eigen plot hebt, dan... als je blokken hebt en bouwspullen... We staan op een plot, jongens. We staan op een plot. Yes. Maar in ieder geval, als je die spullen hebt, dus een pickaxe bijvoorbeeld, een diamond axe, een shovel, dan kan je bouwen. Alleen, het ding is, wij kunnen gewoon helemaal niet bouwen. Maar dat maakt niet uit. Hallo, heb je tegen jezelf? Ik kan gewoon goed bouwen. Oh, oké, okay, dat dus, geval. Dus, we gaan een stijl bouwen. Wat voor stijl gaan we bouwen? Oké. Okay. Ik weet het echt niet. Ik kan hem wel goed inrichten, dat wel, maar... Een huisje bouwen? Of wat? Ja, wat gaan we doen? Sowieso. Gaan we zand nou, stil gaan we fort maken? Wat gaan we doen, jongens? Nou, dit gaat echt verschrikkelijk worden, maar dat maakt niet dus, uit. Het gaat... Dit is straks een update. Dat je gewoon, dat zijn we nu aan het testen. Dat we straks, dat je op je eigen plot kan bouwen. Ja. En dit is niet ons plot, toch? Wacht. Nee, dat is niet ons plot. Ik kan even gaan kijken, maar dat is plot niet ons info. Plot. Dit is niet ons plot. Geef me een bouwblokje. Wacht. Nee, pak maar. Probeer maar. Ja, een bouwblokje. Kijk, dat hier kunnen we niet bouwen. Nee, hier wel. Alleen hier. Ja. Ja. Oh shit, man. Krijg je het ook terug? Ja, soms. Je wel vaak, maar soms ben je een lucky. Ja, soms ben je een lucky en dan krijg je hem niet. Wacht even. Een lucky dan? Ja, soms ben je een lucky. Oh ja, nu krijg je het terug. Oh, zie ik. Maar, welke bouwblokken willen wij gebruiken voor de buitenkant van het gebouw? Ik zeg de hoekjes met hout. Oh, nee. We hebben niet heel veel hout, hè? Jawel, hier wel. Kijk. Maar kunnen we dat ook craften? Nee, oké, we kunnen geen planks van maken, dat kan niet. Ik denk, we maken zo'n heus, zo'n nee, oké, okay. Ja, dat is een goeie. Wat denk jij, jongen? Zeg het. Ik dacht aan zo'n grachtenpand ding, dacht ik. Een grachtenpand? Hoe dan? Nee, oké, okay, dat is best te moeilijk. Kunnen we niet nabouwen van hier of zo? Maak een trekker. Nee, oké, okay, we maken wel, laten we een crimineel gangplot maken. Oké. Okay. Je denkt, het is gewoon brik, maar dan... Jungle. Ja, oké. Oh, hoe doe ik dit weg? Oh. Ja, gewoon hakken. Ja, dat... Unlucky. Ik dacht een beetje aan als we zo'n beetje... Een beetje... Kijk, wacht, let op, hè. Kijk. Oh. Ja, een beetje zo, dat zeg maar... Het een beetje... Hoe lijkt het uit dat het niet hetzelfde is? Of is dat juist kut? Ja, kan wel. Ja? Ja? Of we maken gewoon zo'n container en maken we daar een grot in. Ja! Nou, daar gaan we, jongens. Alles ja, we maken die container na. Ander idee. Ja, even kijken. Oh, ik denk, waar heb jij het klei? Maar ik weet geen klei. Oh, hier. Klei. 1, 2, 3. Oké. Zo. Zo? Oké, we hebben toch gewoon... Kijk hoe groot ik hem maak. Nee, dat is wel te groot, denk ik, of niet? Wacht, doe het dan zo. Hier. Ja, dat is wel nice. Dit is echt nice. Stairs hebben. Ik heb stairs. Wie had dit ooit gewacht dat wij nu aan het bouwen zijn op ons eigen plot in Mindtopia? Nee, echt. Maar ik vind het echt een leuke update. Oprecht gewoon... Ik weet niet. Als je dan gewoon... Hoeveel breed? Eens zo. Wat goed. Kijk, weet je, dus ik vind het een hartstikke leuke update. Alleen, je moet wel kunnen bouwen. Ik ben ook benieuwd hoe ze het gaan doen met... mensen welke iets anders willen bouwen dan... wat moet. Wat doe je nou? Ik moet weg. Hoe ze dat willen gaan doen. Als ze sommige dingen weglaten of zo. Dat ze dat, ja, ik weet niet, want je kan alles bouwen. Ja, maar ik ben ook benieuwd, want zeg maar... Er zijn mensen die kunnen bouwen en die niet kunnen bouwen. Hoe gaan ze het dan hebben met de mensen die niet kunnen bouwen? Want laten ze dat hun gebouw gewoon staan of... Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet dat ook niet. Maak hem zo, man. Nee, is niet mooi, hè? Nee. Laat het gewoon lekker naar de... Laat het gewoon zo houden hoe het moet. Plaats het naast. Nee, ik vind het echt een leuke update. Oké. Ja, wat ik zeg, ik hoop dat het werkt. De update zelf is hartstikke vet. Ik vind het wel vet dat je zelf dingen kan bouwen.
Maar hoe gaan ze dat dan doen met de prijzen? Ja, dat moet nog allemaal uitgedacht worden, denk ik. Ja, plotprijzen, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Hoho, wij zijn echt goed. Ja, dit is nice. Zullen we het apenstaartje tegen geen bouwteam? Hallo? Waar is het? Qubit? Kom maar. Kom maar door. Right. Laten we nu... We hebben alleen alles genakt, maar dat is een andere... Dat maakt niet uit. Ik denk dat we andere bouwblokken moeten pakken voor... De binnenkant. De benedenkant. Onze mancave. Oké, jongens. Welkom bij onze home tour. In Mindtopia in Nieuwpoort. Dit is vanaf de buitenkant, Paulus. Kijk hoe ziek. Kijk hoe gruwelijk. Dit is zo gruwelijk. Absoluut DWG Bouwteam. Dan hebben we dit. Jammer is dit niet camouflage, maar... Eerlijk is eerlijk. Het is geheime bunker. Niemand verwacht dit. Dan onze geheime bunker. Dan hebben we het allereerste. De cel. Welke je zelf kan opendoen, maar... dit is een leuke cel. De gal. En wanneer je aan de gal hangt... Hey, lekker biet. Ruiken. Hoe dit chill is dat? Dit is onze mancave. Ik zeg, jongens, we hebben het beste van gemaakt. Geef ons even een cijfer. Wat nou van dit is. Want ja, dit is natuurlijk gewoon vet. Ja. Dus geef een cijfer in de comments. Dit is echt verschrikkelijk mooi. Alleen, ik denk dat andere mensen het veel beter als ons kunnen. Dus als deze update komt, join onze Discord. En stuur screenshots van wat je hebt gebouwd. Als deze update uitkomt. Dus doe dat. En dan kunnen wij kijken van wie het mooiste heeft gebouwd. Vind ik een leuk idee. Wat vind jij ervan? Fantastisch. Zullen we naar boven gaan? Ja, oké, jongens. Okay. Godzal, ik was aan het praten. Ah, succes, jongens. Succes, Paulus. Ja, yes. Die gaat er niet in. Oké. Oké. Lekker voor je. Oké, succes. Oké, jongens. Dit was de video. Drop een like en zet in de comments. Hey, hallo, overnieuw. Ja, ben ik klaar? Oh, ik ben overnieuw. Overnieuw. Oké, jongens. Yeah. Oké, jongens, ik ga... Stop nou eens, jongens, kutkut. Ah, mooi, oké, hou hem weg. Oké, jongens. Wat... Nou, stop! Ah, mooi. Oké, jongens, ik ga deze plugin wel echt een dik van de 8, want ja, bouwen op Mindtopia, wie wil dat nou niet? En dan, je hoeft niet eens meer bouwers in te huren. Natuurlijk, de update waar ik het meest op wacht is de Texas update, het nieuwe gebied, want het wordt helemaal uitgebreid. Daar ben ik het benieuwd naar, maar ik vind deze plugin fucking dope. Ik weet niet precies wanneer de plugin wordt gereleased, dat zie je er vanzelf wel. Playpen is David Gaze.nl als je ook wil meespelen. En je moet gewoon het DNG Discord joinen als je op de hoogte wil zijn van alle updates, denk ik. Ja, in principe wel. Dus ja. Oké, in ieder geval jongens, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter. En ik hoop dat ik jullie zie in de volgende video. En zeg maar één ding en dat is later mensen. Later. Later.